Wiesvoesten uit Espel is de moeder van meer dan 300 verschillende helleborzen, Planten die al in de winter tot bloei komen. Normaal eigenlijk altijd eind februari, maart. Maar nu stonden ze in januari al te bloeien. En ik heb echt heel veel respect gekregen voor die planten. Want ze hebben eigenlijk al een maand staan wapperen in die stormachtige wind. En nou, ze staan er nog hartstikke mooi bij. Dus uh, wat dat betreft dan, uh, ja zijn gewoon superplanten. Superplanten van het geslacht nieskruid. In de volksmond beter bekend als lenteroos of kerstroos. Ze hebben verschillende namen. En lenteroos daar ben ik het wel mee eens. En de kerstroos, dat zijn meestal de hellebores niegers. Dat zijn die lage witte. Die zijn voorgetrokken in de, in de kas. En die zie je dan bij de tuincentra vaak in bloemstukjes en dat soort dingen. En dan bloeien ze met kerst. Dat zijn weer de Kerstrozen, maar in de tuin bloeien ze normaal gesproken eigenlijk altijd later, ja. Maar er is nog een andere, meer angstaanjagende benaming voor de Helleborens: Het heksenkruid. Oh heksenkruid ook nog. Die, die naam kende ik niet zo. Maar ik weet dat de Helleborzen uh, die zijn giftig, hartstikke giftig, de wortels en zo. In het oude Griekenland, als uh, ze iemand kwijt wilden, dan gaven ze een bekertje met uh, een soort vergif gemaakt van die wortels van die Helleborussen. En dan... Uh, kon ze dat ook niet zo goed herleiden waar dat vandaan kwam, maar daar werd het ook voor gebruikt. 30 jaar geleden begon Wiesvoesten met de stekkentuin. Het erf van de voormalige boerderij van de familie toverde ze stap voor stap om... tot een tuin die inmiddels bekend is in binnen- en buitenland. Elk vrij uurtje ging eraan op. Maar ja, dat waren de laatste weken vanwege de regen moest ik het wel uh, tussen de druppels door weg... <laughs> de tijd tussen de druppels door weghalen zeg maar, om hier bezig te zijn, maar... Uh... Ja, het is gewoon heerlijk. Kop in de wind en uh, hoppakee. Hè. Wie de bloeiende ze wil zien, is van harte welkom in Espel. Als het niet gaat vriezen meer hè, en, dan, uh, en niet al te slecht weer wordt, nou, dan kun je dat ook, zeker in april zijn ze nog mooier. Ja. En de hele maand maart mogen we bij u komen hele maand, kijken? De maand, uh, maand uh, iedere vrijdag en zaterdag uh, zijn we open en alleen dit weekend ook op zondag.